Veel mensen achter de bal bij Zwolle. En dus het geduld van de kant van NAC. Hier onder meer aanwezig bij Koumans. En weer Lammers. De Haan is hier terug. Voor de nodige rugdekking. En Van den Dungen. Voor in beeld zag u Wanny van Gils. De supersub van NAC. Niet ver naast de trainer Corpot. Een niet al te grote voorsprong bij rust voor NAC. 1-0. En dus vroeg men meer in de tweede helft. Met Remy aan de kant van de B-side. En het resultaat is meteen goed. 2-0. Doelpunt op naam van Lammers. Waarna de band was gebroken en Zwolle ze naar de slagbank liet leiden. Een verkeerde terugspeelbal. Met vallen opstaan is het Cornelissen die de goede hoek uitkiest. 3-0. De croupier scoort weer. De voorzet van Romy. En de hoekschop die Zwolle moet weggeven. Verschoor trapt die hoekschop. En het is Ruud Brood die uithaalt. Schitterend van afstand. 4-0. De captain heeft zijn zin.